Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering met mij. We zitten midden in de zomer en vandaag laat ik jullie zien hoe je van een doodnormaal oversized t-shirt een eigen klein designerstukje met rusjes kunt maken. Daarvoor heb je helemaal niet veel nodig en we hoeven zelfs niet te naaien als je niet vindt dat wat we gaan doen onder naaien valt. We gaan een beetje door de stof weven, maar niet met een naald, hoogstens met een veiligheidsspeld. Wat we nodig hebben: veiligheidsspelden, een stofschaar, eventueel iets om te markeren tenzij we helemaal wild willen gaan en het op het oog doen, en eventueel een meetlint of lineaal. Ik wens jullie veel plezier. Het meetlint is al gevallen. Ik zou zeggen, laten we beginnen. En daarom 3, 2, 1, daar gaan we. Ik heb hier nu mijn markering gezet. Toen ik het t-shirt aan had, heb ik het voorste deel van het t-shirt omhoog getrokken en een speeld geplaatst waar ik het t-shirt ongeveer wil knippen. 1 centimeter meer of minder maakt niet uit, vooral omdat ik het t-shirt straks ook nog wil aantrekken en er mooie plooien rusjes in wil maken. Jullie kunnen natuurlijk ook met krijt markeren of met een stift die later niet meer zichtbaar is, ofwel uitwasbaar of strijkbaar zoals deze hier. Ik wil echter het voorste deel van het t-shirt iets korter hebben dan het achterste deel. Dus knip ik niet zomaar hier langs, maar vouw ik mijn t-shirt. Ik neem hier de voorste stof en vouw het t-shirt om en zorg ervoor dat mijn naden op elkaar liggen en ook de stofkanten op elkaar liggen, zodat er geen grote plooien onder ontstaan. Je kunt later altijd nog, als je merkt dat je een klein inkepinkje hebt geknipt, een centimeter verder knippen. Bij zo'n t-shirt en project hoeft het niet super nauwkeurig te zijn, maar een beetje nauwkeurig is natuurlijk wel goed. Dus nu heb ik hier het voorste deel van mijn t-shirt. Hier aan de voorkant is de kraag, bovenaan zijn mijn mouwen en hier is de rug. Nu zou ik gewoon vrij kunnen knippen of mijn liniaal kunnen gebruiken. Omdat ik vanuit dit perspectief het geheel nog niet zo goed kan inschatten, ga ik gewoon grofweg een lijn tekenen. Ik neem nu deze stift. Ik heb net al gecontroleerd met mijn hozenkrijt dat ook al een beetje ouder is, en een t-shirt dat ik altijd zo meeneem, zie je mijn markering maar heel weinig. Voor korter, achterlanger, misschien neem ik nog een centimeter erbij, voor het geval ik het later toch liever iets langer wil. Nu vraag ik me af, zie je hier mijn markering? Ja, die zie je. Ik kan het geheel nu opnieuw aantrekken en controleren of het me bevalt. Als dat zo is, kan ik het ofwel met een snijmaat en rondes doorknippen of met een schaar door beide stoffen tegelijk. Dat ga ik nu doen. Ik ben voorlopig tevreden met de lengte van het t-shirt, maar ik wil deze rand nog wat netter afronden, dus een beetje vlakker maken. Dat doe ik nu gewoon met de hand en hoop dat ik niet helemaal verkeerd knip en kan het hier nu een beetje gelijk maken. Perfect. Nu gaat het natuurlijk om onze rusjes. Die knippen we of maken we hier uit onze overgebleven stof. Ik wil hier ongeveer 5 cm brede rusjes hebben en knip daarom nu uit deze stof, die ik nog heb, 2 stroken van 5 cm breed. Deze vormen de voorkant en de achterkant.
Omdat mijn stof in dit geval ook afgerond is, ga ik nu eerst de rand recht afknippen en kan ik nu met mijn meetlint of liniaal een ongeveer 5 cm brede strook, lijn, rand, wat het juiste woord ook is, tekenen, waar ik me op kan richten bij het knippen. Zoals ik al zei, het hoeft echt niet perfect te zijn. T-shirt stof rekt ook een beetje en ik vind dat het daardoor cooler aanziet dan wanneer alles zo perfect gemaakt en geknipt is. De stroken kan ik nu uitknippen. Je ziet het waarschijnlijk niet super goed, maar ik heb hier een lijn en daar een lijn en ik kan nu mijn t-shirt stroken knippen, ook door beide lagen stof. Eén strook. Hiervoor kan ik een naad doorknippen en afknippen. Ik knip nu ook de overgebleven naadtoeslag af en kan dat straks aan mijn t-shirt bevestigen. Hetzelfde doe ik hier. Eén naad openen, naadtoeslag afknippen en ik heb het achterste deel. Nu hebben we natuurlijk nog t-shirt garen nodig. Daarvoor kunnen we hier nog een strook knippen. Nog één strook knippen en je ziet al, als je het geheel trekt, rolt het zichzelf op. Deze strook is nu een beetje breed, dus ik ga nu voor mijn t-shirt garen een iets smallere strook knippen, misschien zo rond de 3 cm. Ik doe het nu even op het oog. Ik moet natuurlijk oppassen dat ik beide stoffen alsnog knip. Als ik het geheel trek, heb ik perfect garen waarmee ik kan werken en straks mijn ruches kan rijgen. Als volgende moeten we kleine sneetjes maken om onze ruches aan het t-shirt te bevestigen. Daarvoor vouwen we onze stroken eenmaal in de helft. Het maakt niet uit of je stroken ook 5 cm breed zijn. Je kunt ook bredere stroken nemen. Je vouwt je stroken eenmaal in de helft en zorgt ervoor, als je wilt dat je ruches perfect aanslaat op het t-shirt, dat je het t-shirt ook eenmaal vouwt om te zorgen dat beide even breed zijn. De helft van de strook zou zo breed moeten zijn als het gevouwen t-shirt. Dan kunnen we onze kleine sneetjes maken. De helft van mijn strook is nu ongeveer 2,5 cm en ik ga met een tussenruimte van 5 cm hier heel fijn met de schaar kleine sneetjes maken. Daarbij let ik erop dat ik het netjes vouw en het niet draait. Dat is me namelijk ook al eens overkomen. Ik zorg ervoor dat ik mijn afstand houd. Ik begin en weet hier of ik kan het er ook opleggen. Bij 5 cm zet ik mijn eerste sneetje. Dat is echt maar een klein sneetje met de schaarpunt. Groter maken kan altijd nog, maar dan weet ik in ieder geval al dat ik op de juiste plek ben. De tweede sneetje zet ik ook 5 cm verder. Hier is de eerste, hier komt de tweede op 10 cm. Ja, bij t-shirts, vooral bij stof die zo sterk krult, moet je er gewoon op letten dat je netjes werkt en niet in haast en haastige fouten maakt, zoals mij ook graag gebeurt.
Nu hebben we hier twee stroken die, als ik ze uit elkaar trek, in het midden fijne gaatjes hebben en in het t-shirt geweven kunnen worden. Nu moeten we natuurlijk ook nog gaatjes in het t-shirt maken, maar die maken we niet 5 cm uit elkaar, maar 2,5 zodat de stof van onze stroken mooi kan plooien. Daarvoor vouw ik mijn t-shirt nog eens om, zodat we hier 2,5 cm breed hebben. Ik kan nu mijn dikke liniaal of mijn meetlint gebruiken. Het is een beetje makkelijker voor mij om het hier zo in te delen. Het hoeft ook niet op de millimeter nauwkeurig te zijn. Ik vouw het geheel nu eenmaal om. Bij sommige t-shirts is het iets makkelijker dan bij andere. Ik begin eerst hier bovenaan. Wie wil, kan ook heel graag markeringen zetten met een stift voordat hij zijn sneetjes maakt. Maar ik neem het niet al te nauw. We willen ook nog klaar zijn. Zoals gezegd, 2,5 cm afstand. Ik begin hier bij de draad, bij de rand en kan hier mijn eerste kleine sneetje maken. Dan bij 5 cm het volgende. Dan bij 7,5 cm en bij 10 cm. Tussendoor graag altijd weer controleren of het allemaal nog klopt en we echt een mooi omgeslagen stuk stof hebben. Zo werken we ons het hele t-shirt langs. Zijn de gaatjes er eenmaal in, dan gaan we rijgen. Daarvoor heb ik een veiligheidsspeld aan het uiteinde van mijn t-shirt garen gemaakt. En kan ik nu van binnenuit door het eerste gaatje van mijn t-shirt en door het eerste gaatje van mijn strook. Ik let er gewoon op dat er nog genoeg t-shirt garen over is, zodat ik het later mooi kan binden en het niet helemaal weer eruit trek. Ik werk nu het hele t-shirt lang, steeds in het dichtstbijzijnde gaatje, dus hier in het volgende gaatje van mijn strook. Hier is natuurlijk de naad, die moet je altijd een beetje strakker trekken. En het volgende gaatje van mijn t-shirt, dat wat dichterbij is,
Daar is de afstand aanzienlijk kleiner. Hierdoor worden de ruches gevormd. Dus hier weer van onderen in het volgende en ook van onderen in het volgende gaatje van mijn strook. Als je aan het einde van je eerste strook komt, kun je door hetzelfde gaatje naar de volgende strook gaan. Omdat ik hier nu een behoorlijke afstand heb van het eerste gaatje tot het einde, maak ik hier dicht bij het einde nog een klein gaatje extra, dus nog een extra. Dan heb ik hier wat meer ruimte om mee te werken. Je moet maar kijken wat voor jou het beste werkt. Bij zo'n rekbare stof verschilt het ook per t-shirt. Ik ga nu hier twee stoffen aan elkaar brengen met mijn kleine techniek. Ik ben nu aan het einde van mijn eerste strook en heb nu gewoon direct de tweede strook eraan vastgemaakt. Ik ga nu gewoon normaal in het volgende gaatje. Jullie moeten maar kijken wat voor jullie het beste werkt. Elk t-shirt is anders. Het kan zijn dat je gaatjes perfect uitkomen qua aantal. Dat is redelijk goed gegaan. Ik heb hier aan mijn strookeinde nog kleine extra gaatjes gemaakt, omdat ik één of twee gaatjes minder had dan in een t-shirt zelf. Nu heb ik hier binnenin mijn beide draden die ik met elkaar kan knopen, die ik strakker kan trekken en zo mijn ruches kan aanpassen zoals ik wil. U ziet hier dat het mooi strak is getrokken. Het is lekker rekbaar en ik zou zeggen dat het zo is gelukt zoals ik me had voorgesteld. Het is volbracht. Ons kleine designerstuk is klaar. Ik kan er niet mee ophouden het aan te raken. Het ziet er zo mooi uit met die ruches. Ik vind het echt een heel cool t-shirt geworden. Je kunt het strakker maken, je kunt het losser laten en de bandjes laten hangen. Als je thuis nog een veel langer t-shirt hebt, kun je er zelfs een jurk van maken. Waarom niet? Alles eens uitproberen. Het is ook perfect als cadeau, dat is duidelijk. Maar deze ga ik zeker zelf houden en ik zal er zeker meteen blij mee zijn als het zo lekker luchtig om de buik zit en kijken wat mijn dierbaren ervan vinden. Zoals altijd vind ik het geweldig om van jullie te horen in de reacties, welke t-shirts jullie hebben gebruikt en of het voor jullie heeft gewerkt. En als je de video leuk vond, vergeet niet te abonneren en met je vrienden te delen. Tot de volgende keer weer bij Do It Self Ideen. Tot dan, doei!